Hallo mensen, welkom weer terug bij Kasteelproject. Hallo, wanneer is het zinnetje? Hallo, welkom bij Davy of Filmhuis, toen niet meer. Hallo mensen, welkom bij Davy of Filmhuis. Hey, en trouwens, nu we het toch over hebben, waarom is het zinnetje niet welkom bij Davy Jo en Dimitri Filmhuis? Omdat jij er later bij bent gekomen dan dat jij bij de Davy of Filmhuis crew hoort. En we kunnen de naam niet meer veranderen van YouTube. Ja. En omdat, of je moet echt geld denk betalen. En omdat Jo en ik samen een kanaal hebben en dat jij eigenlijk een bijspringer bent. Een bijproduct. Oh, gemeen. Oké, okay, nee, ik ga even hangen. Maar goed jongens, welkom. We gaan vandaag natuurlijk verder wat we laatst over hadden gepraat met het Wizzeltower, ik wil bij het kasteel zeggen. Dorp bij het kasteel, dus Wizzeltower een onderdeel van het kasteel. Ja, en we hebben al flink wat gedaan. Ik heb gewoon wat dingen gebakken allemaal waar we kunnen gebruiken om aan te werken. Ja, jou heeft al het hout, in ieder geval. Ja, wil je wat hout? Ik heb hout. Ja, maar ik weet nog niet of ik het nodig heb. Dus nou, pak het maar. Kan je tenminste tools mee maken als je dat nodig hebt? Ik heb 2 diamond pickaxe, dus... Ik hou van hout. Oh, sorry. En laat me maar even 1 keer dag maken. Even. 1 keer dag maken. Alleen. Wij hebben bedden. Wij hadden nog even laatste keer even hier nog even met game mode overheen gevlogen. Om nog 1 keer over te overleggen wat we precies zouden doen. Mm-hmm. En laatste opname van de video eigenlijk van vandaag. Hebben we nog een leuke tip gekregen toch, Dimitri? Ja. Want we hadden het erover. Je bedoelt wat we hieronder kunnen doen. Ja, van de worm. Ja, want we hadden het erover van in eerste instantie het idee om een hele grote worm te maken. Mm-hmm. De laatste aflevering hadden we het erover, Dave zei, misschien is het wel mooi om net zoals bij Helm's Deep zo'n gracht te maken, dat het water door de muur heen komt. En mm-hmm. Een van onze kijkers, een van jullie, die had het idee om dat te combineren, wat natuurlijk een heel goed idee is. Een gracht met een worm erin. Ja. Danique was Danique, dat toch? Ja, Danique. Danique. Hallo! Hi Danique, als je er kijkt. Shoutout. En ja, dat is ook gewoon een leuk idee dat we gewoon hebben bedacht. Is dan gewoon dat ook beide te doen. Dat je eerst gewoon door de gracht en als toevallig hey, een inbrenger. Level up! Oké, helemaal uit de deze komt ook een flinke echo in of alle mensen. Level up. Maar goed, dan gaan we gewoon in een gracht doen. En als dat is gedaan, zeg maar, en de indringers zijn door de tralies heen gekomen, net zo weet ik van, net zoals Helm Deep of zo allemaal, dan komen ze een reusachtige grote huisdier tegen. Uh-huh. We moeten kijken hoe we deze ingang ook even maken. Ja, wat zullen we de toren van maken? Gewoon stone bricks? Of iets ja, anders? Ik denk dat je de basiskleur stone bricks moet hebben, maar dat je tinten wat bij een toren past erbij moet voegen. Ja, of bij een tovenaarstoren. Of stukjes muren van bijvoorbeeld het trappenhuis of zo, iets andere kleuren af. Mm-hmm. Oké, okay, hier ik heb de uitgang gevonden. Ja, dat zijn dus plekken waar je heus wel een stukje bij mag bouwen natuurlijk. Het hoeft natuurlijk niet precies in deze berg te passen. Hé, hey, wat is dat er in de okay. Oh, een schaap. Hallo, schaap. Dus hier schaap dat niet. Zullen we gewoon eens hier doorheen hakken, niet? Kijk, we gewoon helemaal hierdoor. Ja, bouw daar maar lekker uit, bouwseltje. Ja, dan een klein uitsteeksel af van het kasteel. Want hoe we dachten om het te gaan maken, is hebben dat we hier zeg maar de enchantment table met de glas idee wat we overlegd hebben te gaan doen. Een verdieping laag komt dan de enchantment table. Ja, en dat we dan zeg maar als je een weg omhoog gaat, tot dan de toren zeg maar komt hier zo, waar ik niet kijk, daar uit te steken. Dan gaat het zo'n bochtje uit en dan komt het daar weer terug naar binnen en dan gaat het zo omhoog. Jullie zien dat niet. Ik zie geen... Dat moeten we nog... Dave? Ik zag het niet. Jou zei waar hij nu naar kijkt. Oké, okay, ik denk daar niet waar hij die vuurwerk afsteekt. Oh. Jou, je weet toch dat je vuurwerk niet binnen moet afsteken, joh. Kom op. Dan krijg je brand. Ik ben een wizard. Dus vuurwerk doet me niks. Ik heb het zelf gemaakt. Dat is waar. Dimitri, je weet wat ze in de middeleeuwen met tovenaars deden, toch? Burner! Dat zijn heksen, niet tovenaars. Oh. Tovenaars, hekserij, dat beschouwt ze als hekserij. Tovenaars zijn gewoon mannelijke heksen. Ja, precies. Mm-hmm. Burner!
Als je krachten kon kiezen van een soort wissel, welke van krachten zou het dan willen zijn? Aardverschuiving. Aardverschuiven. Niet de aardverschuiving, een aardbeving, maar gewoon dat je bijvoorbeeld met de beweging... Zoals de Avatar, een... zeg maar, ja, zo'n ding kan bewegen. Dat je gewoon, ik wil een huis. Zo, muur, huppakee. Het zou me zo makkelijk lijken. Oh, ik heb een dam nodig, huppakee. Of, wie je mij dan leuk zou lijken van magische krachten? Ah! Ja, doei Dave! Leef je nog? Dan viel hij naar beneden. Ja, ik viel naar beneden. Kijk, daar weet ik een hele leuke comment voor. Oh, dat werkt niet. Flash. Up. 20. Hallo! Hallo! World edit for the win! Kon je glas maar kapot schieten. Ja, jammer is dat, hè? Ja. Zou leuk zijn. Zijn je dat lekker? Oh, jammer. Eigenlijk moest ik hier zo op het randje zitten. Dat viel je. Maar weet je wat mij een leuke kracht zou lijken? Gedachten kunnen lezen. Oh, yeah. Nee, lijkt me vreselijk. Want weet je, alles... Dat is tegen privacy. Dat zou ik je echt niet mogen. Serieus. Ik zou gaan voor levitation. Dingen laten zweven en zo. Oh ja. Bewegen met je mind. Move is your mind. Ik zet even dingen gewoon op de grond te gooien. Maar joh, stel je voor... Nodig. Iedereen denkt wel eens bijvoorbeeld, ach, die Jo, maar soms mag ik hem echt niet. En zou jij dat van iedereen willen weten? Sommige dingen wil je echt niet weten. Mm-hmm. Sommige dingen zou je echt niet mogen weten, nee. Of niet willen weten. Dat lijkt me gewoon vreselijk. Heb je wel gelijk in. Ik zit nu gewoon even, ik ga even een paar kisten buiten plaatsen, gewoon dat ik mijn inventory leeg kan maken. Maar zou je hem alsnog willen? I don't know, want natuurlijk zijn er ook grote voordelen daarmee, ja. Zoals wat? Tja, als je zeg maar met iemand zit te pokeren. Ja. Of je moet iemands gedachten kunnen lezen om levens te redden. Als hij iets van plan is te doen. Een machine. Huppakee. Liever een machine. Uitvinder. Nou, of je kan iemands ideeën stelen waar je flink geld mee verdient, kan ook. Maar laten we niet vergeten, hè. Ook als wizard kracht, zeg maar, fireball. Oh, ja. Vuur, bedoel je? Gewoon. Ja. Oh, gewoon algemeen vuur. Maar weet je wat leuk is? Die krachten van jou, Dimitri, zou ook wel heel leuk zijn. Weet je waarom? Stel voor, je kan telepathy, maar dan kan je dan hele sterke dingen. Je zou dan zeg maar een ijzeren balk van 2000 kilo met je vingertje gewoon flink links en rechts kunnen bewegen. Gewoon bijvoorbeeld. Met een makkie. Of. Ja. Kijk, kan je met de floperij gaan werken. Als je dingen kan laten zweven, kun je ook jezelf laten zweven. Oh ja, dan heb je gelegenheid vliegen. Ja. Awesome, vliegen wil ik altijd eens een keer doen. Nou, ga in een vliegtuig en dan vliegen. Nee, zonder machines. Gewoon als een beetje gewoon zweven. Hoe groot wordt deze, deze ruimte? Ja, ik zit gewoon te weg te mijnen. Ik weet niet echt wat ik zit. Ik zit gewoon te mijnen. Oké. Okay. Wat denk je van de enchantment table? Om bijvoorbeeld gewoon een pilaar hier zo te doen, die alles omhoog houdt. Nou, maar we moeten even kijken. We hebben hier. Eens kijken, hoe vaak kunnen we hier nog naar buiten? Kunnen hier nou één blokje naar buiten? Het moet een beetje symmetrisch zijn, niet? Maakt mij niet zo waar. Nee, mij niet. Oké, dan zullen we zeggen gewoon hier 1, 2, 3 naar buiten en hier ook 3. Dat we dan hier zo aan deze kant de trap kunnen doen, dat dit toch de meeste van de berg is. Kunnen we daar de trap in verwerken. En jongens, hij bierijt right maken. Ik ga alvast de plek maken voor de enchanted table. Dave. Je moet de hele vloer hier gaan uitmijnen daarvoor, hè, dat weet je. Ja, maar de vloer moeten we nog even laten zitten, omdat we geen glas hebben. Nee, dat nog niet. Dus daar had ik al aan gedacht. Dus jij gaat gewoon de ganse binnenkant uitmijnen? Ik ga hier even een stukje uitmijnen, ja. Okay, we zien Dave volgende week weer terug. Ik hoor heel soms echo weer vandaan komen. Echt echo. Hoorde je twee keer Be Right Back dus? Nee, gewoon net zoals net dat je dat in een god zit te schreeuwen. Hoor ik dat? Dat is dan toch geen echo? Een soort van echo. Wacht, dit klopt niet. Hey. Die is hier. Hey, yo. Ja. Kijk eens over de rand. Hallo. Hoi! Een klein balkonnetje. Auw.
Dat is de pilaar wat je al hebt. Dus 1, 2, 3. Ja, die pilaren zijn goed. Ja? Je kon niet vliegen. Nee, dat weet ik. Helaas niet. Dan doe ik hierna... Er wordt toch van dingen gemaakt. Dus er moet meer opgevuld worden hier als het een vierkante gaat worden. De Amerikaanse marine heeft een laserkanon getest. Lees ik nu trouwens. Oh. Maar dit is even... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar zou je wel blind van worden. Ja. Er moet er nog eentje naar buiten. Ah, dat vind ik wel sneu. Oekraïne is met 1 atleet naar de Olympische Winterspelen als Paralympics. Oh, echt waar? Eentje? Ja, alle anderen hebben afgezegd. Oh, echt? Nee, dat respecteer ik juist. Jawel, maar toch zit je er in je eentje. Ja. Ah, ja, dat het is echt niet normaal wat daar gebeurt. Nee, dit is heel apart. Heel apart. Maar goed, een heel groot deel van die mensen op dat eiland, dat Krim, zeg maar, is gewoon van origine gewoon Russisch. Ja. 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 Alleen, ze doen nu wel iets wat illegaal is en wat, waar ze eigenlijk nu allemaal voor opgepakt kunnen worden. Ja. Letterlijk gezien. 4, 1, 2. Goed. Ik ben nu even aan de buitenmuur bezig. Bank. Jongens, oh nee, ik val dood. Nee, toch nog niet. Ik leef nog. I'm alive. Taliban, the power of magic. Wee. Hey, wow. Hallo. Waar sta jij op? Oh, oké. Okay. Jullie waarschuwen nooit als er iemand als er GTP wordt, hè? Dus gewoon. Okay. Oh ja. Short, I'm calling the power of magic. Jongens, hadden jullie gehoord van vandaag dat ze een grote actie met auto's gingen doen? Oh ja. Actie met dat auto's. Wist ik al een paar maanden van tevoren trouwens. Oh. Wat voor een actie dan? Nou, dat was een actie wat ze tegen de regering is hebben georganiseerd. Dat ze op verschillende snelwegen 40 km per uur gingen rijden. Dat hebben ze natuurlijk van tevoren aangekocht vanwege veiligheidsmaatregelen. Maar, dus op bepaalde snelwegen hebben ze dat dus gedaan. En de langste file was 10 kilometer. Oké. Dus dat wel, ik vond het wel een goede actie op zich. Tenminste, een paar mensen die er wat tegen doen. Ja, dat was denk ik ook op de radio. Over. Want, weet je, ik mag voor het eerst stemmen. Voor gemeenteraadsverkiezingen. Alleen, waarvoor stem ik? Want ze zijn allemaal even slecht. Ja, met gemeenteraadsverkiezingen kun je altijd nog kijken of ze iets... jouw straat iets goeds willen doen of zo. Of het zwembad. Ja, het zwembad ze willen mijn straat repareren, maar ze zuipen wel mijn portemonnee leeg. Met gemeentebelasting. Oh, nou. Dan heb je wel een mooi gerepareerde straat. Ja. 2, 3, 4. Deze pilaren. Ik doe die pilaren hier even weghalen, Dimitri. Kijk of die op een andere manier kunnen plaatsen. Ja. Ik doe eerst even de muren, dan kunnen we het beter inschatten. Zit jij alvast die in een toren aan te maken? Een beetje een klein beginnetje. Ik vind dit zo gevaarlijk. Elk blokje kan een gevaarlijk blokje zijn. Ja, lekker wel, ja. Living dangerously. We are living in a dangerous world. Mm-hmm. Weet je wat grappig is? Ik hakte dat blokje weg en jou liep precies bij dat blokje. En ik dacht, oeh, als jou daar maar niet gelijk ook aan het hakken is. Nee, ik kijk waar ik mijn. Ik heb vaak genoeg ervaringen gehad van in afgronden. En een beste ervaring was net gebeurd, toen ik naar beneden viel. We hebben eigenlijk flink nog wat stone bricks hiervoor nodig om dit allemaal te maken. Oké, daar ben ik. Kom je van die kant helpen? Auw. En dat waren allemaal stone bricks. Kijk of ik heb nog een beetje gekookte steen nog. En dan ging iemand met Dave. Ik ga even omhoog. Hey! Oh, dat was dat. Snel omhoog gaan mee, hè? Kijk, expres had ik daar een gat om hier een beetje te kijken van hoe wat waar ik zit met mijn graafspelletje hier zo. En toen dacht ik, oh, ik ga er precies onder staan. Kijken of het lukt. En het lukte. Het lukte! Nee, juist niet, hè? Het lukte! Ja, ah, nee, hou op. Mijn zusje kijkt er vroeger veel naar. Ja, mijn nichtje kijkt het ook.
Dora de Explorer. Dora, ja. Oké, okay, zoveel onderzocht zou ik weer niet eigenlijk. Dit moeten we wat leuker maken, die ingang, niet? Ja, ja, ik zat al te kijken. Hier kunnen we een raam maken of zo. Hier zo. Of wat dacht je hiervan? Dat we eigenlijk de brug hier gaan wat breder maken, juist hier bij het einde. Oh ja. Maar dit zullen we toch gewoon breder maken? Ja. Lijkt me wat leuker. Ah! Vier benen naar beneden. Ik had niet verwacht dat het open was. Maar... Jongens, jullie moeten niet naar beneden vallen. Oh, vallen okay. We ook niet. Bah! Oh. Jezus, gaat het? Ja, ik let helemaal niet op. De mode. De mode activate. Oké, eens kijken, hoe breed zullen we dit maken? Zo? Moet ik dat zo heb? Ja, dat is goed. Dus dat is, even kijken, 1, 2, 3. Vanaf het dat is gewoon 1, 2, 1, 2. Dus, Per. Toek. Plaatsen. Oh, wacht even. 2, 2, 2. Oh ja, ja, ja. Dus wacht, moet deze nog weg. Ga de kant. Hey. Oh, no. Ik was bijna naar beneden gevallen. Of niet? Gevaarlijk werk. Ja, en dan moet... ja, dat klopt zo, hè. Mm-hmm. Dan moeten we daar nog alleen de muur nog wat gaan verdikken hieromheen. Ja. Kan je tenminste een grotere poort maken? Kan je leukere dingen mee doen? Mijn inventory is vol. Dimitri, ik heb het er buiten, hè? Niet de binnenkant. Ja, doe ik ook. Kijk, 1, 2. Jongens! Ja, klopt. We hebben allemaal je toegang geblokkeerd. Zo. Wat zeg je? Tenminste niet, hebben rust. We zitten toch met z'n tweeën in de server? Ja, ja. Jongens, ik heb eens een vraag aan jullie. Oh, ja, nu wel. wie had de vraag aan wie? Hebben jullie gehoord over dat ene family sharing op Steam? Oh ja. Ach ja. Dat doet het nu, hè? Of soort van. Soort van. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Want ik weet er heel weinig van af. Misschien weten jullie meer. Nou, kijk. Als let ik bij, kom bij jou op bezoek bijvoorbeeld, hè? Nou, mm-hmm. Dan log ik in op mijn Steam. Hè? En dan moet ik naar de instellingen gaan en dan... activeer ik weet niet meer precies wat het heet, maar dan kan ik activeren dat mijn spellen op jouw computer gespeeld mogen worden. En als jij dan een keer inlogt, dan kan jij dat dus doen. Maar dat is dus ook best wel een nadeel. Je kan mensen niet in een groep stoppen om dat te kunnen doen. Je moet het echt naar die persoon op bezoek gaan. Aan de ene kant ook wel weer slim van Steam, want daardoor zorgen ze dus dat niet iedereen kan spelen. Vind ik wel tactischer dan wat Xbox had gedaan. Wat had Xbox dan weer gedaan? Xbox had toch gewoon family sharing, dat je gewoon kon delen, was het gewoon. Die had toch geen systeem erachter bedacht nog van... mensen moeten bij die persoon op bezoek gaan om dat te activeren. Het is wel, het daar is wel wist grappig. Jij in ieder geval veel van, jou, want jij zocht dat toen die tijd allemaal op. Ja, maar er was toen heel weinig van bekend. En ze hebben nog nooit echt uitgebracht hoe ze dat zouden doen. Mm-hmm. Dus ik zou niet echt kunnen weten hoe het hun idee was. Het enige wat ik wist over de family sharing en hoe het gaat worden is .. En dat is het. Dat is alles wat ze hebben gezegd. Punt. Maar als het zo moet, kan je niet dan gewoon Alex van... je bent mijn beste vriend, ik geef je gewoon heel even... ik vertrouw je, geef je gewoon even mijn username en wachtwoord... log je gewoon even met mijn account in. Dan heb je het. Dan geef ik je gewoon via de e-mail de inlogcode. Ja, maar je kan... Voor het valideren. Dat is alsnog het probleem. Ook al ben je beste vriend, in ieder geval zo denk ik dan weer. Ook al ben je mijn beste vriend, je kan met elke beste vriend een keer ruzie krijgen... En je zou maar net de beste vriend hebben die wachtwoorden overschrijft. Om toch vaker te kunnen inloggen. Oh, voor de niet mensen die niet dat jullie dat doen hoor. Voor de mensen die kijken nu, natuurlijk nooit je wachtwoord of zo aan iemand geven. Ook al gaat het om family sharing. Niet zomaar. Nee. Want als je ruzie hebt, kan hij net zo goed jouw account stelen en je mail en wachtwoord veranderen. Ja, wachtwoord kan hij niet veranderen, maar dan moet hij ook nog in jouw mail kunnen. En dat kan hij juist niet. Ja, ik zou het liefste zou ik het via TeamViewer doen. Ja. Dat is het veiligst.
En voor de mensen die niet weten wat TeamViewer is, het is zeg maar een soort programmaatje waar iemand je computer gewoon heel even in beslag neemt als je de code aan hem geeft. Ja, oh, en je kan zelf meteen klikken terug. Ja. Jongens, kom eens naar beneden. Hè?